We hebben 30.000 auto's, elektrische auto's hier in Nederland. En een heleboel daarvan zijn te danken aan wat Jan-Kees de Jager ooit eens een keer geleden gedaan heeft. Namelijk het voor zakenmensen uitermate aantrekkelijk maken om in zo'n elektrische auto te rijden. Jan-Kees, je hebt in de Opel Ampère gereden, de Tesla, je bent een BMW-man. Wat vind je van die i3? Ja, hij rijdt fantastisch. Het mooie van deze auto, denk ik, is dat hij ook echt als een beter BMW rijdt. En dus ook echt de weglegging is als een BMW, ondanks het enorme zware accupakket, maar dat ligt heel erg laag. Dus de weglegging is gewoon heel erg goed. En wat vond je van de elektronica, inparkeren, adaptive cruise control? Ja, we hebben net inderdaad helemaal automatisch ingeparkeerd. Ja, vaak werkt zo'n systeem wat langzaam, maar deze zet je er gewoon, deze hoeft ook niet eerst van tevoren te kijken. Je rijdt er gewoon zelf voorbij. Je drukt op een knopje en hij rijdt eigenlijk heel erg snel zoals je, ja, gewoon eigenlijk zoals je dat zelf niet sneller kan, zet hij hem in één keer file parkerend in een parkeervakje. Dus goed, hè? Gaat toch... hoe lang moeten we nog wachten totdat de computers het overnemen van de mens? Zou dat niet fantastisch zijn met autorijden? Ja, Google is ermee bezig, hè? Dus ik denk iedereen dat... is ermee bezig. Ja, ik denk dat het heel goed is. Want het blijkt al uit eerste testen dat een auto het straks veel veiliger en zuiniger en schoner kan doen. Dus... die gaat ook geen WhatsApp doen. Of als hij een WhatsApp doet, dan kan hij dat gewoon wel multitasken. Ja, precies. Ja, een stuk constanter ook. Veiliger. Dus dat zou een hele goede zaak zijn, ja. Hey, hoe zit jij? Ja, ik zit prima. Hij ziet er van buiten eerlijk gezegd heel klein uit, maar van binnen is het een ruime auto. Ja. Wat vond jij van het uiterlijk, Jan-Kees? Ja, ik vind het zelf interessant. Ik vind het eigenlijk zelf wel leuk, maar heel veel mensen vinden het minder mooi, geloof ik. Maar ik vind het zelf wel... aan de buitenkant? Ja, aan de buitenkant. Waarom vind ik het goed? Omdat je echt kunt zien dat het een andere auto is. Een heel ander concept. Het is niet gebouwd als een normale auto en dan elektrisch gemaakt. Zoals de meeste auto's op dit moment. Maar vanaf begin af aan heeft men de auto eigenlijk opnieuw uitgevonden voor een elektrische aandrijving. En dat is denk ik gewoon heel interessant. Maar ook van binnen, als je kijkt naar het hout en zo, allemaal die natuurlijke materialen. Het is gewoon wel goed en degelijk uitgevoerd. Dat is inderdaad, ze hebben echt gewoon een auto helemaal from scratch gebouwd. Dat is mooi. En je laatste vraag, 30.000 auto's, tevreden over Nederland so far? Ja, zeker. Het is natuurlijk heel goed dat er meer en meer elektrisch wordt gereden. Ook belangrijk natuurlijk dat de infrastructuur voldoende is om voldoende te kunnen opladen. Maar er wordt ook hard aan gewerkt. Ja, het is toch echt de toekomst, elektrisch rijden. Dus mensen zijn soms nog wat angstig van, kan ik dan wel thuiskomen? En wat gebeurt er als mijn accu leeg is? Ja, deze auto heeft een klein hulpmotortje aan boord die niet aandrijft, maar eigenlijk de accu als het ware oplaadt. Dus je kunt altijd nog op een gewone klassieke brandstof die je bij het benzinestation kunt kopen. Kun je blijft gewoon doorpraten. Hij kan het nog steeds. En dan nog even de laatste vraag. Die 30.000 auto's hebben wel 750 miljoen euro in minder belastinginkomsten gehad. Is dat de moeite waard? Kijk, als je het zou moeten subsidiëren op een andere manier, kan het heel erg veel duurder zijn. En dan werkt een belastingkorting, dus minder belasting betalen, altijd nog beter. Is minder pijnlijk op een of andere manier, of voor de overheid. Op een of andere manier gaaf, want niemand zou 750 miljoen willen uitgeven om elektrische auto's te stimuleren. Nee, het is natuurlijk niet een echte vorm van subsidie. Maar het is meer een manier van... minder belasting heffen bij mensen en bij burgers. En dat is de moeite waard. En dat is populair. Ja, ik vind het zeker de moeite waard. Ja. Dank je.